Of ik word ook wel kekkeren genoemd. De havik is de stuntvlieger onder de roofvogels en kan op volle snelheid tussen dichte begroeiing doorvliegen. Bliksemsnel één vleugel intrekken of verticaal draaien, een koud kuntje voor de havik. Hiervoor hebben ze korte stevige vleugels en een lange staart om goed te kunnen sturen. Hier verdedigt een buizerd zijn nest. Hij komt hier rechtlijnig op de camera afvliegen. De buizerd zal minder snel door dichte begroeiing vliegen en gebruikt liever de open ruimte. Maar vergis je niet in de snelheid van een dergelijke zweefduik. Het komt wel eens voor dat een roofvogel met zijn klauwen een voorbijganger bekrast, maar dat gebeurt maar hoogst zelden. Hoe groter de verschillen in afmeting tussen het mannetje en het vrouwtje, hoe minder het mannetje de eieren bebroedt. Bij de buizerd is het verschil vaak niet zo groot en zal het mannetje regelmatig zijn steentje bijdragen aan het bebroeden van de eieren. Maar bij de havik broedt het vrouwtje vrijwel alleen. Het grotere vrouwtje is beter in staat de eieren warm te houden en ze te verdedigen tegen andere roofdieren. Tijdens het broeden worden de eieren regelmatig omgekeerd, zodat ze gelijkmatig warm gehouden worden en het voorkomt dat de eivliezen aan elkaar plakken. De jongen van de havik zijn hier net 2 dagen oud. Ze proberen hier al over de nestrand te poepen, maar dat lukt nog niet. De eerste weken worden de jongen nog vaak warm gehouden door het vrouwtje. Met zulke gigantische klauwen als het havikvrouwtje is natuurlijk wel voorzichtigheid geboden. Ze liggen zo urenlang zonder veel beweging terwijl moeder de omgeving goed in de gaten houdt. En na een paar dagen poepen ze al met gemak over de nestrand. En dat is toch al een hele prestatie met zo'n gigantisch nest. Na ruim een maand broeden zijn bij de buizerd de eieren inmiddels ook uitgekomen. En net als bij de havik ligt het werkgebied van het vrouwtje in en om het nest, terwijl het mannetje voor voedsel zorgt. Hier zie je het mannetje een muis afleveren. Meestal is de prooioverdracht ergens in de buurt van het nest en het vrouwtje kijkt hier het mannetje aan of ze wil zeggen dat hij weer kan vertrekken. Het mannetje levert de prooien aan en het vrouwtje verdeelt ze in kleine stukjes aan de jongen. Na een paar minuten is alles weer naar binnen gewerkt. De ogen van een roofvogel zijn een weinig scherper als die van een mens, maar door de bolling werken ze als een verrekijker. Zo kan een buizerd, als hij hoog in de lucht zweeft, een relatief kleine prooi op de grond ontdekken. De buizerds die hier in Nederland broeden zijn het hele jaar in hun territorium. En de kans is groot dat ze in opeenvolgende jaren hetzelfde nest bebroeden. Mede door het prachtige weer zaten de jongen op deze leeftijd al vaak alleen op het nest. Een buizerd komt, heel typisch, altijd vanaf beneden op het nest aanvliegen.
Een van de redenen dat er tegenwoordig zoveel buizerds te zien zijn, is dat hij niet erg kieskeurig is in zijn prooikeuze. Hij past zich gemakkelijk aan de beschikbare prooisoorten. Dit koppeltje leeft vooral van muizen en mollen, maar uit onderzoek blijkt dat het konijn bovenaan de prooilijst van een buizerd staat. De buizerd zoals wij ze bij ons in Nederland kennen zijn, een uitzondering daar gelaten, niet sterk genoeg om een volwassen konijn te grijpen. De meeste konijnen die ten prooi vallen aan een buizerd zijn konijnen van een dag of 18 oud. Ze wagen zich dan voor het eerst buiten het hol en de buizerd zit dan ergens vlakbij een uitgang op ze te wachten. Terug naar het gigantische haviknest, een eindje verderop. Na een paar uur op de jongen gelegen te hebben, staat moeder maar eens op en strekt haar vleugels. Bij roofvogels is het vrouwtje meestal groter dan het mannetje. Bij de buizerd is het verschil niet zo groot, maar het havikmannetje is beduidend kleiner dan het vrouwtje. De havik is de krachtigste in Nederland broedende roofvogel. De grote poten zijn voorzien van lange, sterke nagels en vooral de nagel van de achterteen is een dolk van formaat. Een eenmaal gegrepen prooi heeft weinig kans aan de haviksklem te ontsnappen. Een havik is een echte vogeljager. Duiven, kraaien, lijsters en spreeuwen staan bovenaan op de prooilijst. Hier zie je dat de kuikens net gegeten hebben. Ze hebben een flinke volle krop. Hier komt het mannetje een prooi op het nest gooien, om dan meteen weer te vertrekken. Een van de jongen plukt er wat aan, maar ze zijn nog niet sterk genoeg om de prooi zelf naar binnen te werken. Bij het buizerdnest brengt moeder ondertussen een muis. De kleinste van de twee heeft hem als eerste te pakken, maar ja, in de natuur geldt het recht van de sterkste. Ik ga er hier voor het gemak maar vanuit dat de jongen even oud zijn, maar daar kan afhankelijk van het broedbegin wel een paar dagen tussen zitten. Na 12 dagen kunnen we nog niet bepalen of het kuiken een mannetje of een vrouwtje is, maar een van de twee kuikens is beduidend groter en die zal later ook blijken een vrouwtje te zijn. We hebben hier dus te maken met een broertje en een zusje. Let op de typisch verdedigende houding van de vleugels. Dit wordt mantelen genoemd. Ze wil de muis nu echt zelf naar binnen werken, maar hij is toch wel wat groot. En in stukken trekken kan ze hem nog niet. Moeder komt kijken of het allemaal wel lukt. En volgens mij kunnen ze haar hulp nog wel gebruiken. Broertje ziet hier zijn kans en probeert de muis af te pakken. Maar zusje trapt er niet in. Ze geeft de muis niet meer af. Ze laat haar maaltje niet meer afpakken, zelfs niet door haar moeder. Ze blijkt een echte doorzetter en blijft het proberen. Maar de muis is nu toch nog wel wat te groot. Zusje zal het op moeten geven. Moeder moet maar even helpen. Eerlijk samen delen is er niet bij. Zusje eist de complete maaltijd voor zichzelf op. En als er een paar stukjes afgehaald zijn, kan ze de rest wel zelf naar binnen werken. Als er genoeg prooien aangevoerd worden, kunnen de jongen hun maagjes goed vullen. Maar als dat niet het geval is, dan sterft het zwakste jong niet zelden een hongersdood, waarna hij wordt opgegeten door zijn familie. Een paar dagen later zien we dat er bij de havik flink aan het nest gewerkt is. Er zijn flink wat verse takken aangevoerd. We kunnen niet met zekerheid zeggen waarom roofvogels dit doen, maar men denkt dat de nest zo vers mogelijk gehouden wordt ter bestrijding van parasieten. Bij de jongen van een havik kun je, in tegenstelling tot die van een buizerd,
na een dag of 10 al bepalen welke mannetjes of vrouwtjes zijn. De vrouwtjespoten zijn dan al aanzienlijk groter dan die van de mannetjes.